De rechtszaak tegen Jasper van Amstel, ex-directeur van stadion Gelredome, die in november zijn vrouw Frederike Warburg vermoordde, vond donderdagmiddag plaats in het Paleis van Justitie in Arnhem. Het echtpaar was geliefd in de buurt. Niemand had verwacht dat de als vriendelijk bekendstaande van Amstel hiertoe in staat was. Het echtpaar had 3 dochters en dat is de reden dat de zaak veel emotie heeft losgemaakt. Helaas bleken achter het droompaar veel relatieproblemen te zitten. Het slachtoffer heeft Jasper van Amstel medegedeeld verliefd te zijn geworden op een ander, waar zij passie voor voelde die ze bij hem al 22 jaar niet gevoeld heeft. Dames en heren, de rechtbank. Meneer van Amstel staat terecht op verdenking van moord en als dat niet bewezen is, levert het naar het oordeel van het OM doodslag op. De verdenking is dat meneer van Amstel op 29 november 2011 in Arnhem opzettelijk en met voorbedachte raden Frederike Warburg zijn echtgenote van het leven heeft beroofd. Het heeft eruit bestaan dat die persoon meerdere malen met een honkbalknuppel tegen het hoofd is geslagen en dat een kussen of althans een soortgelijk voorwerp op het hoofd van Warburg is gedrukt en gedrukt is gehouden ten gevolge waarvan zij is overleden. 15 jaar cel is er geëist, 15 jaar tegen Jasper van Amstel, ooit de gevierde man in Arnhem die de grote concerten binnenhaalde in het Gelredome, zat vandaag als een gebroken man die alles kwijt is, zowel zijn vrouw die hij zelf om het leven heeft gebracht, als zijn 3 kinderen. Waarom? Hoe kan dit drama zijn ontstaan? Nou, er zijn een paar grote rode draden die ik u kan vertellen over wat we vandaag gehoord hebben. Zijn vrouw zat in een midlifecrisis. Na altijd jaren, 22 jaar samen, het heel goed gehad te hebben, wist ze het allemaal niet meer. Ze wist niet meer of ze een goede moeder was. Ze wist niet meer of ze een goede werknemster was. En of de liefde met Jasper van Amstel de liefde was waar zij voor wilde gaan. Ze luisterde naar veel muziek van vroeger. Dat maakte haar nostalgisch. Ze wilde weten wat de tijd toch allemaal met haar had gedaan. En door die muziek en door het luisteren daarna kreeg ze ook weer in ieder geval contact met een oud studiegenoot. Hij voelde zich verward en kreeg gevoelens van jaloezie die hij niet kende. 22 jaar had hij geen jaloezie gekend. Hij merkte op dat hij zijn sms'jes van de vrouw ging checken. Ja, daar was wel geen reden voor, maar toch. Op woensdag hadden ze samen een afspraak gemaakt voor relatietherapie. Hij verklaarde, ik geloofde er nog in. De ene dag geloofde ik dat het goed kwam en de andere dag was ik bang voor het te verliezen. Hij had grote verlatingsangst. Hij was heel bang om haar te verliezen en daarmee zijn gezin. Nu citeer ik even wat de psychiater en de psycholoog over hem hebben gezegd. Hij zat in een verkokerde waarneming, in blinde woede, met een lichaam vol adrenaline. En hij maakte een verdwaasde indruk toen hij het gedaan heeft. En wat heeft hij nu gedaan? Hij is naast haar gaan zitten op het bed. Hij heeft nagedacht over de hele situatie. Toen heeft hij een honkbalknuppel gepakt. De honkbalknuppel die daar al 20 jaar staat, eigenlijk voor inbrekers te verweren, heeft hij gepakt en daarmee een slag gegeven. Ze riep, nee Jas, nee Jas. En juist door die 2 woorden, nee Jas, rekenen ze hem dat nu heel zwaar aan. Omdat hij daar niets aan gedaan heeft. Hij is toch naar de toe gelopen en heeft 10 maal met de honkbalknuppel geslagen. Op meerdere plekken van het lichaam. 15 jaar is de eis. 15 jaar voor moord. De advocaat vindt de doodslag en geen moord. En de uitslag is 5 juli. 5 juli weten we meer. Maar dat het een triest verhaal is zeker. 3 kinderen die op moeten groeien zonder moeder. En een man, ooit zo gevierd in Arnhem, is een gebroken man die ook niet zijn kinderen op zal zien groeien. 5 juli weten we meer.